Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op het kanaal van Fashion Chic Girls. En in deze video ga ik jou laten zien hoe je heel simpel eigenlijk een hele mooie oogschaduwlook kan maken. Want dat was echt het ding wat ik zelf vroeger heel erg lastig vond. Ik heb heel veel YouTube video's gekeken voordat het me eindelijk is gelukt. En die tips ga ik nu met jullie delen waar ik het meest aan heb gehad. Voor mij was het vooral dat ik wist welke soort kleur ik waar aan moest brengen. En ik hoop dat jullie daar ook wat aan hebben. En laten we heel snel beginnen met de video. Wat we allereerst gaan doen voor een goede oogschaduwbasis is om wat concealer aan te brengen. En om dit mooi in te blenden gebruik ik een beauty blender. Het aanbrengen van concealer is heel belangrijk zodat je een effen ondergrond hebt. En een goede basis waar ook je kleuren die je gaat gebruiken voor de ooglook beter en makkelijker op zullen pakken en ook langer zullen blijven zitten. Dus als je een mooie ooglook wil, is concealer heel erg belangrijk. Kijk hoor, dan gaan we alvast beginnen met het paletje, want de concealer moet je nog wel even afpoederen. Dit kan je doen met de poeder die je ook voor je make-up gebruikt, maar ook met een hele neutrale kleur uit het paletje zoals deze. Hier is het paletje en ik zal jullie even laten zien met welke kleuren we vandaag gaan werken. Dat zijn vooral deze vier. En voor een goede ooglook heb je eigenlijk 3 à 4 kleurtjes nodig. Je kan ook gewoon 1 glitter aanbrengen, maar als je echt met meer dimensie wil gaan werken, doen wij het vandaag met 4 kleuren. En allereerst begin ik met een basiskleur. En de basiskleur die breng je aan over je gehele ooglid. En dit moet een beetje een neutrale kleur zijn. Nou, omdat ik al voor een wat donkerder lookje ga, mag deze basiskleur wel ietsjes heftiger zijn. En dan ga ik voor deze oranje kleur, omdat deze het neutraalste is van deze 4 waar wij mee gaan werken. Als je nou een lichtere look maakt, dan kan je bijvoorbeeld beter voor zoiets of voor zo'n tintje gaan. Maar voor vandaag kunnen we heel goed met deze gaan werken. Dus die gaan we allereerst aanbrengen. Oh ja, en een goede tip met oogschaduw, bouw het op. Dus als je eerst gewoon niet te veel aanbrengt en het gewoon rustig opbouwt, dan gaat het beste. Zo, dit is dan de basis voor je hele look. En dan gaan we beginnen met een wat donkerdere kleur. En dat is de kleur die na deze kleur het meest donkerste is van de kleuren die je gaat gebruiken. En dat is dus in dit geval deze. En daarmee gaan we beginnen om de eerste schaduwen te creëren. En de eerste schaduw gaan we creëren in je crease. En je crease die bevindt zich hier zo. Als je met je penseel bij je oog doet, voel je dat hier een gat zit. Daar ga je de schaduw allereerst in creëren. En die wil je zoveel mogelijk een beetje aan de buitenkant houden. Dus dat ga ik doen met een wat dunner kwastje. En hiervoor geldt ook weer, bouw het liever op dan dat je in één keer heel veel hebt en hele harde lijnen. Vervolgens gaan we verder met een nog donkerder kleur en dat is uit het paletje voor ons deze kleur. En die breng ik echt alleen in de buitenste ooghoeken aan. Kijk, hier maak ik eigenlijk een foutje, want ik trek hem al iets te hoog op. En wat je eigenlijk moet proberen is om deze zo laag mogelijk te houden. Zoals ik nu hier heb gedaan. Dus deze kant, dat kan je nog wel weer uitblenden, dat komt eigenlijk goed. Maar probeer het dus zo laag mogelijk te houden. Dan is het tijd voor de laatste kleur en dat is de pop shade. Dus dat is vaak een glitter. In dit geval deze kleur. En misschien meng ik hem nog een beetje met een van deze glitters. Maar dit is de kleur die je gewoon op het bewegend ooglid hier in het midden aanbrengt. Om nog extra die shine te pakken. Pak de kleur, hier zie je hem. Dan pak ik de spiegel. Dan zit de pop shade er ook op. En dan zou je eventueel nog wat toe kunnen voegen. En dat is door wat in je binnenste ooghoekjes aan te brengen. Als je nog wat extra wil shinen natuurlijk. Hiervoor ga ik de kleur die hieronder zit gebruiken. Dat is een iets lichtere kleur en dat mag dan ook. Want in mijn binnenste ooghoek is het mooi als het zo licht mogelijk is. Om de look af te maken breng ik nog wat mascara aan.
was dan de video. Ik hoop dat je na deze video genoeg tips hebt gehad om je eigen ooglook te maken. Ga je hier nou zeker maar aan de slag? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op ons Instagram en YouTube kanaal. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei doei!